staan hier op voormalige Tepijnkazerne. Tepijnkazerne is een project voor ons vanuit de Universiteit Maastricht en is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen de gemeente Maastricht, provincie Limburg en de Universiteit Maastricht. Het gaat onderwijsfunctie vervullen en onderzoeksfunctie. Daarnaast ligt het tegen een park aan en zal er ook horecagelegenheid zijn voor de toekomst. Nou, op dit project staat het thema duurzaamheid hoog in het vaandel. We hebben hier te maken met een monumentaal gebouw. Hier hebben we dus wat beperkingen gezien de technische mogelijkheden. Zo hebben we geen zonnepanelen toe kunnen passen en is hier gekozen voor warmtepompen. De bouw bestaat uit 3 voormalig slaapgebouwen van de Tepijnkazerne. Deze worden gerenoveerd, de buitenschil blijft intact, de gevels worden gerestaureerd en van de binnenzijde wordt het volledig vernieuwd. De constructie wordt versterkt en er komt een volledig nieuwe afbouw in. Graag zullen wij u deze dag laten zien hoe dit allemaal te werk gaat.